De Treffers heeft nog maar 2 puntjes speling met de promotiedegradatieplaatsen. Je zou dus verwachten dat ze alles uit de kast halen aan de Spanjaardslaan. Maar niet is minder waar in de eerste helft. Het is een waardeloze vertoning, ook van Koninklijke HFC. De Treffers heeft wel de bal, doet daar niet zo heel veel mee. HFC krijgt eigenlijk ook maar 1 kans in de eerste helft. Die is hier in de maak, van Soest. Maar die pegelt hoog over. En een logisch gevolg van een slechte eerste helft is geen goals en de 0-0 ruststand. De tweede helft wordt wel ietsjes leuker met HFC dat het spel bepaalt, het spel bijna dicteert. En de Treffers dat achteruit moet. De Visser, Tameres, hij meestal het brein van de mooie aanvallen van de Haarlemmers. De Visser, daar staat Van Soest, die mag aannemen, die mag uithalen en ook mag scoren. De voorsprong voor Koninklijke HFC, maar wat een vrijheid geniet Tim Van Soest daar. Kan aannemen, kan mikken en Cornelis mag deze bal toch ook wel hebben. Van die afstand en niet eens in de hoek. En zo pakken de donkere wolken zich steeds meer samen boven Anton Jansen. Sterling, een fraaie actie. Niemand van HFC die de trekker overhaalt. Maar dat zou nu opnieuw kunnen. Vrije trap naar de overtreding van Boy van der Beek. En Tameres achter de bal. De coach van volgend seizoen bij HFC kan het zijn aanstaande pupillen nog een keer voordoen. Treft alleen de buitenkant van de paal. Daar ontsnapt de Treffers aan een grotere achterstand. De counter dan met Verstegen. Dit is een prima bal. Geen buitenspel voor De Bond. De Bond houdt goed het overzicht en dit is wel een knap doelpunt. Van de Treffers en aan de reactie van Verstegen zie je dat ze met 1-1 geen genoegen nemen. Keurig uitgespeeld. Complimenten voor dit doelpunt. En 1-1 dus. De Treffers wil dus meer, maar krijgt het ook meer. Je kan het wel willen, maar dat moet je wel zelf verdienen. Verstegen probeert het nog wel. Maar dit is eigenlijk nog de enige kans van de bezoekers op een overwinning. Het was een waardeloze voetbalmiddag die besloten wordt met 1-1. Nou, dat.